U luistert naar Koinonia Bijbelstudies, vandaag met een verslag van de prediking in de hervormde gemeente van Poeldijk. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat laatste vers dat we gezongen hebben, het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat. Hij vergeeft die hem het hart gebroken heeft. Ik weet dat we dat heel vaak zeggen in onze erediensten. En ik weet dat het voor ons allemaal toch, denk ik, heel vanzelfsprekend klinkt. Hè? Dat hebben we geleerd en we zeggen het na en we zingen er liederen over. En het is zo vertrouwd waarschijnlijk dat we er zo tussen maandag en zaterdag weer wat minder mee bezig zijn. Of dat het nauwelijks tot ons doordringt. Hoe ontzettend diep Gods genade moet gereikt hebben. Dat hij ons op die manier van alles vrijspreekt. Dat hij die dood en de last van de schuld wegneemt. Of dat nieuwe leven schenkt. Want we denken ook wel eens, ja, wat is dat nieuwe leven dan precies? We voelen ons niet altijd zo vernieuwd en zoveel beter dan anderen. Dus eigenlijk zijn het woorden die we wel zeggen. Maar ik vraag me wel eens af, en dat geldt ook voor mijn eigen leven, hoe vaak besef ik dat nou eigenlijk? Hoe ongehoord groot Gods genade moet zijn geweest, hoe oneindig zijn liefde moet zijn geweest, dat hij die zonde bij mij heeft weggenomen. We weten, onze zonde, onze schuld maken scheiding tussen God en ons. Er is een barrière, er is een muur tussen die Vader in de hemel die we zo graag aanroepen, van wie we zo graag verwachten dat hij ons elke dag nabij is. Ons troosten wil in onze moeilijkheden. Er is een oneindige afstand tussen hem en ons. Onze zonden maken die scheiding. Onze schuld is die muur. En dan heeft diezelfde God in het evangelie van de Heer Jezus aan ons dat nieuwe leven aangeboden, die muur weggebroken. En hij vraagt van ons niet dat wij dat steeds doen, dat wij die afstand afleggen. Het zou hopeloos zijn. Als God aan ons in het evangelie had gevraagd, goed, ik geef je nu een amnestie voor het verleden, maar vanaf dit moment moet je opletten. Dit zijn mijn geboden, die moet je houden. En als je dat niet doet, ja helaas, dan gaat het feest toch niet door. Stel je voor dat God dat gezegd had. Had hij recht op gehad? Dat had hij mogen doen? Ook volgens zijn eigen maatstaven. God zou tegen ons gezegd kunnen hebben, tot hiertoe reikt de vergeving, maar nu komt het op jullie aan. Ik heb jullie alles gegeven wat je nodig hebt om een zuiver en heilig en welbehagelijk leven te leiden. Ga je gang nu. Ik heb je de Heilige Geest gegeven, vergeving geschonken, nu komt het op jullie aan. Wat een ramp zou dat dan toch geweest zijn. En daar begint ons gedeelte in Johannes 6 bij mensen die iets van die, iets, niet alles, iets van die genade van de Heere gezien hebben. Ze hebben gezien hoe zijn hart er naar uitgaat om hun honger te lenigen, hun nood op te lossen. Ze hebben gezien, vlak hiervoor, in de wonderbare broodvermenigvuldiging, dat hij zorg om ze heeft. Ze zijn van ver gekomen, ze zijn moe, ze hebben honger, ze hebben te lang naar hem geluisterd, ze hebben niet voor zichzelf kunnen zorgen, maar hij zorgt. Hij zorgt voor hen, de herder van Israël, waakt over zijn kudde, voedt zijn kudde. Ze hebben iets gezien van wie hij is. Dan hebben ze twee gedachten bij. Aan de ene kant, wat prachtig dat God voor ons zorgt. En in deze Jezus wordt dat wel heel erg duidelijk. Het is een nieuwe Mozes. In plaats van manna uit de hemel komt dat brood zomaar uit die broodmanden tevoorschijn. Daar moeten we bij zijn. Bij hem moeten we zijn. Dus we volgen hem over het meer van Genezaret helemaal heen met alle schepen. Ze komen weer bij hem aan de overkant. Brood is er te krijgen bij hem. Voeding. Nooit meer zorgen maken over je dagelijks leven. Dat is mooi. En de andere gedachte is, er zal wel een of andere voorwaarde bij zitten. Daar moeten we nog achter zien te komen. Hij zal wel iets van ons vragen en dat zal dan niet al te moeilijk zijn.
En dat moeten we dan doen en dan krijgen we dat brood en dan zijn we klaar. Er is niet één gedachte bij hen richting hemel gegaan. Er is niet één gedachte bij hen die naar binnen heeft gekeken en heeft gezegd, wie ben ik eigenlijk? Hoe zou God over mij moeten denken? Wat is er nou eigenlijk gaande? Nee, ze hebben brood en God zorgt voor alle dag. En ze hebben een Jezus die ze in de verte mogen bewonderen, niet al te dichtbij hoeven te komen. Die zal wel zeggen wat er moet gebeuren. Wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Zeg ons dat maar. Op ons hoofd staan, tot 80 tellen, ons laten dopen. Vertel het maar, we doen het wel. Want we willen die prijs, we willen die beloning hebben. Gods dagelijkse zorg voor ons. Wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Dat is hun manier van denken. Dat is in zekere zin een Joodse manier van denken. Zo was men in die tijd bezig. God wilde wel voor je zorgen, maar hij had wel voorwaarden. Nou, als dat niet te zwaar was, dan was het leven toch mooi geregeld. Maar dan zegt hij, voor de eerste keer, maar niet voor de laatste keer in dit hoofdstuk, in dat lange gesprek dat hij met ze heeft, daar zegt hij iets wat ze schokt tot op het bot. In plaats van uit te leggen wat er allemaal zo door de Heere God verwacht wordt, in plaats van een lijstje te geven, zoals rabbijnen vaak deden, de 3 hoofdgeboden, de 10 hoofdgeboden, de 20 hoofdgeboden, zegt hij alleen maar dit. Dit is het werk van God. Er zijn niet vele werken. Er is niet een lijst van eisen en voorwaarden. Er is alleen maar die ene eis. En misschien is die nog wel te moeilijk voor je. Maar er is maar één eis. Er is één verlangen van Gods hart. Er is één voorwaarde dat hij eraan verbindt. Om jou te verbinden. Jou in één adem te kunnen noemen. Om jou tot de naaste, tot de broeder, tot het kind te maken van zijn zoon. En dat is dat je in hem gelooft. Dit is het werk van God. Aandacht is gevestigd. Nu zullen ze het horen. Nu horen ze wat God van ze vraagt. Zeg het maar, we doen het wel. En dan zegt hij dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Kijk, dat was nou naar. Dat was nou een afknapper. Daar kwamen ze niet voor. Maar ze begrepen wel wat hij bedoelde. Dat betekende dat ze zich geheel en al in vol vertrouwen moesten overgeven aan deze persoon die daar voor hen stond. Ze konden niet op afstand een beetje bewonderend over hem spreken. Ze konden niet alleen maar brood uit zijn handen ontvangen. Er moest een relatie tot stand komen. Een vertrouwensband gevestigd worden. Hij moest hun heer en heiland worden. Ja, dat is een beetje veel gevraagd, toch? Dan heb ik liever nog die lijst met allerlei regeltjes en voorschriften waar ik niet eens zo de hele dag mee bezig hoef te zijn. En dat ik een keertje faal, ach, God vergeeft me wel. Ik ben toch immers maar een mens, wat verwacht hij eigenlijk van me? Maar heel mijn vertrouwen stellen op jou, Jezus, dat is wat je van me vraagt. Waar haal je het lef vandaan? Waar haal je het lef vandaan om dat te vragen? Wat voor werk doe jij dan? Wat voor teken verricht jij dan? Dat ik in jou zou moeten geloven. Waarom heeft ze dat zo geschokt? Omdat de Heer Jezus daarmee zegt, zoals je in God gelooft, moet je in mij geloven. Als je in God gelooft, in één adem door, moet je mij dat vertrouwen schenken. Wat voor werk verricht je dan? En dan laten ze zien uit wat voor hout ze gesneden zijn en waar zij mee bezig zijn. Kijk, Mozes heeft een teken gegeven. Mozes heeft laten zien, als hij nou aan de regels houdt, dan zorgt God voor je. Hij kwam immers met zijn wet, met de 10 geboden, de 613 geboden. En hij gaf manna uit de hemel. En hij sloeg met zijn staf op de rots en er kwam water uit. Dat hoort bij elkaar, denken ze. Niet geloven, niet je overgeven, niet jezelf zien in Gods licht en beseffen dat hij niks met je kan, behalve in Jezus en door Jezus en omwille van hem. Nee, regeltjes, opdrachten, want als je die opdrachten mag doen, dan ben je net een werknemer, die hoeft niet van zijn baas te houden.
Je hoeft niet bij die baas op de koffie te komen. Die krijgt zijn werkbriefje en die doet wat hem gevraagd wordt. En die gaat naar huis en die kan in zijn gedachten die heer misschien wel minder achten. Hij doet nog zijn werk, dus hij krijgt betaald. Dat is de manier waarop heel veel mensen ook over God denken. Ik doe toch wat hij van me vraagt. Ik leef fatsoenlijk, ik leef volgens de regels. Ik doe niemand kwaad. En dichterbij moet die God niet komen. Hij moet niet het onmogelijke van mij eisen. Dat ik mijn ziel en zaligheid bij hem breng. Dat ik mezelf aan hem overgeef. Dat is een beetje overdreven. En toch is dat exact wat Jezus zegt. Kijk, Mozes, die deed het goed. Die gaf brood uit de hemel toen we dat nodig hadden. Elke dag wat we nodig hebben. Dat is allemaal prachtig. En in ruil daarvoor gaan wij ons dan wijden aan de regels van de wet van Mozes. Nou, wat kom jij doen, Jezus? Wat voor teken heb jij dan? En wat zijn dan jouw regeltjes? Zo denken ze. Want hun hart wil niet omhoog. Hun hart wil geen relatie met deze God. Hun hart wil deze God niet hun vader noemen. Vader in de hemel noemen. Want ze willen niet, zegt Johannes ergens anders, ze willen niet in dat licht staan. Want dan wordt duidelijk wie je bent van binnen. Dat achter al die drang om je aan de regeltjes te houden, eigenlijk een verhard hart zit. Dat afstand wil tegenover God. Dat God wil zien als die verre werkgever die dat briefje neerlegde. Meer heb je met hem niet te maken. Zo is het niet. Dat moet zo schokkend zijn geweest. Dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ja, maar dan op de manier van Mozes. En dat we afstand kunnen houden van die God. Nee, zegt de Heer. Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dit is wat mensen werkelijk nodig hebben. Ze hebben die regels niet nodig. Ze hebben niks aan die verre God. De God heeft niks aan hen. Brood uit de hemel. Nou gebruikt hij een metafoor. Een manier van spreken. Die dan heel indirect zegt waar het over gaat. Ze begrijpen het dus ook niet meteen. Brood uit de hemel. Wat is brood? Brood staat voor dat waarvan je leeft. Dat wat jouw kracht geeft. Zonder dat brood besta jij na verloop van tijd niet meer. Ga je dood en ben je dood. Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Wat je werkelijk nodig hebt om als mens overeind te staan. Om er echt te zijn. Dat is dit ware brood uit de hemel. Niet die wetten van Mozes en niet dat manna elke dag. En niet een heer die elke dag een wonderbare broodvermenigvuldiging geeft. Zodat jij niet meer voor jezelf hoeft te zorgen. Al die gedachten van deze mensen, die krijgen hier een grote streep door de rekening heen. Nee, je moet hem tot je brood maken. Hij is het leven dat je leidt. Hij is het nieuwe leven dat God je geven wil. Hij is datgene met wie je je voeden kunt en mag. En zonder hem ga je dood. Zonder hem ben je dood. Dood in je misdaden en zonden, zegt Paulus. Zonder hem is er geen leven. Ik weet wel, dat zeggen we ook wel eens in de kerk. We zingen er wel eens van. Maar dan komt de maandag. Gewoon met zijn normale zorgen en noden. En de dingen die je moet doen. We scharrelen door dat leven heen. En we letten er niet altijd op. Ik niet. Bij alles wat ik doe. Dat ik mijn hart naar de hemel hef. En zou zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doe? Ik weet dat ik dat niet voor mekaar krijg. Maar toch is dat wat het evangelie me zegt. Dat is een reden om me te verootmoedigen voor deze Heer. En te zeggen, ik weet Heere dat u het brood van het leven bent, dat ik zonder u niks kan doen. Dat alles wat ik buiten u omdoe waardeloos is en vergaan zal. Kom dan mijn zwakte te hulp. Help me dan om te groeien daarin. Help me dan om beetje bij beetje meer met uw zoon, met u, te leven in deze wereld. Niet alleen maar tot zijn eer, maar juist ook om mijn hart te voeden. Om gezond te zijn in mijn geloof. Om sterk te zijn in mijn geloof. Dan heb je dat voedsel voor nodig. Wij knabbelen af en toe een stukje van dat brood af. Maar eten we dat brood ook werkelijk? Brood van het leven. Wie tot mij komt, zegt de Heere, zal beslist geen honger hebben. Mensen zijn zo hongerig.
En wij zijn zo hongerig van nature. We missen dat ware leven. Iedereen weet dat. Iedereen weet dat wat echt bij het mens zijn hoort. Hè? Wat een mens nou werkelijk vervullen kan en gelukkig kan maken. Waar moet je dat zoeken? Waar moet je dat vinden? Je kunt met mensen spreken die fel tegen het geloof zijn. Tegen de kerk. Die geen enkele boodschap hebben aan de Heer. En als je ze vraagt, maar hoe is het dan in jouw leven? Wat vervult jouw leven dan? Waar hou jij je mee bezig? Waar word je gelukkig van? Hebt u dat wel eens gevraagd aan mensen? Hebt u wel eens een prachtig, mooi antwoord gekregen? Dat mensen zeggen, nou, dat is heel simpel. Ik ben met mijn tuin bezig en dat maakt mij diep gelukkig. En dat is de vervulling van mijn leven. Dat is alles wat ik nodig heb. Zou het? Zou dat nou echt waar zijn? Of is er in iedere mens die hele diepe behoefte aan die volle troost, zoals het catechismus dat noemt, datgene wat bestand is tegen lijden en ellende waar we ook in komen, dat al het negatieve en kwade dat we in onszelf zien ook overwint. Is dat niet de echte behoefte die mensen hebben? Is onze diepste behoefte niet om in het reine te zijn met God onze Schepper? Dat heeft hij in ons hart gelegd. Zo zijn we in aanleg ook gemaakt dat we daarnaar verlangen. Onrustig is ons hart, schreef Augustinus, totdat het rusten kan in u. Rust is wat we zoeken. Vrede met onszelf, vrede met elkaar, vrede met God die onze Schepper is. Ja, daar heb je dat brood voor nodig. Daar heb je dat nieuwe leven voor nodig dat alleen hij kan geven. En die mensen die staan daar en horen hem dat zeggen. En die denken, dat is toch Jezus, de zoon van Jozef en Maria. Dat is toch die timmerman uit Nazareth. Kan hij dat geven? Oh, we hebben die wonderen van hem gezien. We hebben zijn woorden gehoord. We hebben nog nooit iemand gehoord die zo dicht bij God stond. En die zo overtuigd en met gezag kon spreken over het koninkrijk. Het is waar. Maar wat hij nou gevraagd heeft. Dat ik me aan hem en door hem heen aan God zo volledig overgeef. Dat het werk is wat ik doen moet. Ja, dat bewijst toch dat hij een beetje de extremist is. Dat is de kant van die mensen. En wat de Heere gezegd heeft is, dit is de enige weg. Wil je vervullen wat jouw diepste verlangen is? Wil je die honger stillen? Die in iedere mens leeft naar vervulling en voltooiing van dat leven. Wil je waarachtig geluk hebben? Niet dat tijdelijke wat weer verdwijnt. Maar een geluk dat doorloopt tot in de eeuwigheid. Dan wordt dit van je gevraagd. Dit is het werk van God dat je dan doen moet. Geloven, dat wil zeggen je vertrouwen stellen, dat wil zeggen je overgeven. Niets achterhouden. Maar met heel je hebben en houden naar hem toe. En hij zegt dan, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie dat doet, die komt in die omhelzing terecht, in die liefdesband terecht. Die hij klaar heeft staan voor een ieder van ons, voor iedereen in de wereld klaar heeft staan. Als ze maar komen. Mensen zien wel veel in hem. Sommigen praten zelfs buiten de kerk om met eerbied over Jezus, een goed mens, een belangrijke profeet uit Israël, een martelaar voor het geloof, een kampioen van de vrije meningsuiting, een kampioen voor sociale gerechtigheid. Jezus wordt niet overal bespot, maar ook wel eens geëerd. En mensen zitten er helemaal naast. Hij is geen van die dingen en hij is dat allemaal tegelijkertijd. Hij is degene die God gezonden heeft, omdat hij onze nood en onze honger gezien heeft. En zo gaf God ons het brood uit de hemel. En wie tot hem komt en wie vraagt om door hem gevoed te worden en zich wil overgeven aan hem, ja, die ontvangt dat eeuwige leven. Die ontdekt een Heere die ons niet zal uitwerpen. Daar komen we dan, daar staan we dan, met onze bagage, met onze fouten, met onze vergissingen. En we komen tot hem en hij werpt niet uit. Hij veroordeelt niet, want we komen in geloof en vertrouwen naar hem. Hij werpt niet uit. Hij oordeelt niet. Maar hij schenkt eeuwig leven, omdat wij dat ene werk doen. Niet omdat we
bij hem kunnen komen en zeggen, Heer, die 613 geboden, geen enkel probleem. Nou ja, die 10, geen enkel probleem. Nou ja, 3 daarvan, geen enkel probleem. Alleen dat eerste, dat ik u moet erkennen als de God, de Heer van alles. Dat ik mijn hart aan u moest overgeven. Daar heb ik wel wat moeite mee gehad. En dan kom je niet tot hem. Dan zie je iets van hem. Zoals zij iets zagen van hem. Maar ze komen niet tot hem. Komen, dat is die daad van je vernederen, je onderwerpen. Het niet meer van jezelf verwachten, maar alleen nog van hem. En dat lijkt zo vernederend en zo negatief tegen jezelf. Maar het is het begin van het feest. Dat een God die naar jou verlangt, jou kan aannemen, jou tot zijn kind kan maken. Dat de engelen gaan jubelen in de hemel, omdat er één zondaar is die zich bekeert, die zijn hart aan Jezus geeft. Dat is een feest in Gods ogen. Dat is feestdag in de hemel. Dat is wat Jezus hier vertelt. En de reactie is, doe maar niet. Brood dat uit de hemel is neergedaald. Je bent gewoon Jezus, de zoon van Jozef. Het is alsof ze zeggen, maar dat is te mooi om waar te zijn. En het vraagt eigenlijk van mij veel meer dan ik heb. Laat me nou maar die regels doen. Laat me nou maar fatsoenlijk leven. Heren, waarom mag het niet zo? Waarom mag het niet zo? Omdat het niet werkt. Omdat je steeds meer verdwaald raakt in je eigen zonden en uitvluchten en smoesjes. Omdat je God op een afstand zit te houden. Onder het mom van je gehoorzaamheid aan zijn wet. Hij wil een relatie met je. Hij wil dat je hem vader leert noemen. En hij wil dat je Jezus leert zien als de weg en de waarheid en het leven. Als het brood van het leven, die jij brood nodig hebt, elke dag opnieuw, om met hem en door hem en tot zijn eer te leven. Want uiteindelijk is dat wat God wil. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft. Zien alleen is niet genoeg. En in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dan ontvang je dat nieuwe goddelijke leven. Dat tegen alles bestand is. Wat jou dicht bij de Heere God brengt. Waardoor we zijn familie worden, zijn kinderen worden. Eén en hetzelfde leven in hem is dan ook in ons, in de kracht van de geest. Kijk, dat is de vervulling van de diepste honger die mensen hebben. Dat is de leniging van de diepste nood die wij hebben. Dat is het lessen van onze diepste dorst. Dan komen we uiteindelijk tot onszelf. En wanneer ik dat op maandag niet zou ervaren, is dat mijn schuld. Als dat dinsdag ver weg lijkt, is dat mijn schuld. Dan heb ik me met mijn rug ben ik naar hem toe gekeerd gaan staan. Dan heb ik het vergeten. Dan laat ik die Bijbel dicht liggen. Dan raffel ik mijn gebed af. Dan durf ik niet te spreken over hem met degene die mij lief zijn. Ja, dan voel ik het allemaal niet. Dan ligt dat brood als het ware voor mij klaar. En ik neem er een klein hapje van. En ik laat het lopen. Het is zo makkelijk om terug te vallen in de houding van deze mensen. Die zeggen, geef mij maar die vele werken. Laat mij al die kleine dingen maar doen. Dat blijkt heel moeilijk te zijn. Als je niet oplet. Heel moeilijk te zijn. Om dat ene werk te doen. Je geloofde te stellen in hem. Je vertrouwen te stellen in hem. Je leven aan hem toe te wijden. En elke dag naar zijn stem te zoeken in Gods woord. En elke dag naar hem te luisteren in je gebed. Simpel gezegd, maar moeilijk om te doen. Maar dat is de weg die hij aanwijst. En wie dat doet, zal geen honger meer voelen en geen dorst meer hebben. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.